Bertha heeft ons veel plezier bezorgd. Zij was een grote gangmaker. En No Tummers en andere ondergedoken priesters heeft ze moeten beschermen. Zij zitten ondergedoken in het soesterrein. Op de bewuste brug voor de verwarmingsketel in de kelder staat een bed. Bij gevaar moet Bertha daarin. Soms met schoenen aan. En dan maar hoesten en kuchen als beste tuberculosepatiënt. Een nachtstoel met de sterke geur van, je weet wel, werd aan de deur gezet. Op de deur staat TB-afdeling. Dat heeft vele mensenlevens gered. Voor TB, tuberculose en WC, dysenterie, daar zijn de soldaten als de dood voor. Dat is besmettelijk en in deze tijd zelfs dodelijk. En ze heeft vaak stroom geleverd toen er geen licht was. Ze heeft haar fiets meegebracht toen ze uit Oerlo kwam, de vindingrijke Bertha. Het stalen ros werd opgehangen aan dikke verwarmingsbuizen. En dan met trappen. Fietslamp aan en het rode achterlicht aan. Het lokaal was verlicht en er werden gesmokkelde brieven gelezen. Er werd geschreven of gestudeerd, of zomaar gelezen.